Stress. We hebben er allemaal mee te maken. De vraag is niet hoe komen we er vanaf, maar hoe leren we ermee omgaan? Ik heb vandaag een ontmoeting met een bijzonder mens. Al is hij de laatste die zal toegeven dat hij dat is. Tulku Lama Lobsang is een van de belangrijkste Tibetaanse monniken van dit moment. Ook al is hij pas ergens in de 30. En dat is niet alleen omdat hij een reïncarnatie is of zou zijn van een andere lama. Nee, dat is ook omdat hij Tibetaanse boeddhisme aan ons westelingen en aan de rest van de wereld wil overbrengen. En daarvoor reist hij de hele wereld over. En dit keer is Tulku Lama Lobsang voor een bliksembezoek in Nederland. Speciaal voor Health Angels had ik een exclusief interview met hem. How can we in our stressful world achieve that position of relaxation, peacefulness, happiness? I think we say we are busy or not. Not what you're really doing, but it's really much something to your psychology. No matter what kind of you have a job or what kind of situation, you don't need so much think, correct? Correct. But we always think. That's his main problem. En door uitgebalanceerde ademhalingsoefeningen wil Lama Lobsang ons leren de stress het hoofd te bieden. Breathe out. What kind of way do you practice? They have one famous practice we say Tummo. Tummo means inner fire bliss meditation. You change your body and special way, and then your mind also become to change with your body. Tulku Lama Lobsang vertegenwoordigt de eeuwenoude boeddhistische kennis en leert hoe je door technieken en meditatie een positieve invloed op de gezondheid kan uitoefenen. Somebody once told me that everybody is enlightened. Is it possible? Is it? That's very true. Yes. Not only normal human being, all of the sentient beings, animals or dogs, cats or fish, anything, they have nature of the Buddha. What is nature of the Buddha means they have nature of knowing everything. Gelukkig hebben wij geen eeuwen nodig om al die kennis tot ons te nemen. Deze oefeningen kun je overal doen, al is het voor een paar minuten. Heerlijk rustgevend. Not because we don't know. No. We learn because of we have nature of the knowing everything. That's what we believe. Yeah.